Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe Foxy op snuffelstage. En je zag het al, wij staan hier bij hele hoge, grote, gele kranen. Wij zijn namelijk bij Spierings. En Foxy en ik zijn heel benieuwd hoe die kranen nou eigenlijk gemaakt worden. Voordat we naar binnen gaan, Foxy, veiligheid voorop. Yes, klaar voor? Kom! Foxy. Wow, kijk. Kijk. Alle verschillende onderdelen. Oh, kijk, daar is iemand. Misschien kan hij ons vertellen hoe het hier werkt. Hey, Maddie. Hey, Foxy. Hallo. Jullie willen weten hoe een kraan gebouwd wordt? Ja, dat willen wij weten. Nou, ik heb hier een schaalmodelletje staan. En dat bestaat uit allemaal kleine onderdelen. En zo beginnen wij hier ook. En uiteindelijk hebben we een kraan met een gieklengte van 60 meter. Oh, maar dit is een speelgoedmodel. Dat heb je binnen een uur opgebouwd. Nou, wij werken hier met 350 man. En we zijn ongeveer 13 weken bezig. 13 weken? Dat is wel heel erg lang. Maar wat moet er dan allemaal gebeuren? Nou, dan gaan we lassen. Slijpen. Verven. Monteren. En uiteindelijk natuurlijk testen. Oeh, testen? Hoe doe je dat? Dat doen we buiten. Kom maar mee. Foxy, kijk jij even of alles er goed uitziet? Oké, Patrick, dus na 13 weken werken aan één kraan wordt hier dus getest. Maar wat testen jullie dan allemaal? Nou, we testen het opbouwen, het demonteren, de werkingen van natuurlijk. We gaan gewichten eisen. Hoe gewichten? Hoeveel gewicht kan er dan aan? In deze kraan kan 7000 kilo, dat is ongeveer 6 personenauto's en 1700 kilo op de punt. Dat is heel veel. En hoe wordt zo'n kraan nou bestuurd? Zo'n kraan wordt bestuurd met een afstandsbediening of vanuit de cabine. Oh, mag ik daar dan in? Nee, helaas. Daar mogen alleen opgeleide mensen in. Oh, mag ik hem dan wel zien? Natuurlijk. Oké, die kant op? Ja. Patrick. Oh, ik zei nog zo goed, alleen voor opgeleide mensen. Ja, je bent natuurlijk een vos. Een sluwe vos. Kom eruit. Wat ga je nou doen? Kijk Patrick, hij heeft de PSV-vlag opgehangen. Oh, je bent me er een, Foxy.
eigenlijk wel een beetje jaloers hoor. Maar genoeg avontuur voor vandaag. Wij gaan terug naar het Philips Stadion. Maar heb jij nou een hele vette nieuwe locatie voor onze volgende snuffelstage? Laat het dan even hieronder weten bij de link. En dan zien we je de volgende keer. Doei! Kom Foxy, we moeten die vlag nog terughalen.